It's amazing what grace this has. Hallelujah. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. En ieder die is afgestemd op deze uitzending, deze Bijbelstudie. Ik groet u nogmaals in de naam van Jezus. Voor mij is het wederom een voorrecht om hier te mogen staan om u te bedienen met het woord van God. En vanavond wil ik met u lezen vanuit het boek Jozua. En we zullen lezen vanuit hoofdstuk 5. De versen 1 tot en met 15 zal ik samen met u lezen. En dan zullen we de verborgen schatten, de geheimenissen en de lessen die er zijn in dit gedeelte, zullen we gaan bekijken. De Bijbel leert ons dat, God leert ons dat alles wat in de Bijbel staat, is om ons te op te richten, om ons te onderrichten en dat elk gedeelte van de Bijbel we kunnen toepassen in ons dagelijkse leven. Zo reëel en zo actueel is dit geweldig boek dat 2000 jaar geleden geschreven is geworden. En vanavond willen we dus kijken naar het boek Jozua, hoofdstuk 5. En ik lees met u. Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Kanaïten aan de zee hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan voor het aangezicht der Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij erdoor getrokken waren, versmolt hun hart en ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Te dien tijde zeide de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw ten tweede male. Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de reden waarom Jozua hen besneed. Al het volk van het mannelijk geslacht dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven nadat zij uit Egypte getrokken waren. Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn, onderweg na de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. Want 40 jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was. De krijgslieden die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des Heeren niet gehoord hadden, aan wie de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land waarvan de Heere hun vaderen gezworen had. Dat hij het ons geven zou, een land overvloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Deze heeft Jozua besneden, want ze waren onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had. Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besneden, bleven zij waar ze waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. En de Heere zeide tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal, tot op de huidige dag. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand, des avonds in de vlakten van Jericho. En zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zie daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. En Jozua trad op hem toe en vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch,
Hij antwoordde, nee. Maar ik ben de vorst van de Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neder en zeide tot hem, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? Als we dit gedeelte lezen in hoofdstuk 5, dan zien we het woordje besnijdenis steeds weer terugkomen. En besnijdenis is een onderwerp waar we niet graag over praten. Het kan pijnlijk zijn, maar het is wel noodzakelijk. Nou, God wil ons individueel positioneren in deze tijd, geliefden, om gebieden in bezit te gaan nemen. Dat is waarvoor wij hier op aarde zijn. En het is Gods wil dat wij de aarde gaan beheersen en over de aarde gaan heersen op een goede manier zoals God dat heeft bedoeld. En die opdracht staat nog steeds overeind. Het is niet veranderd. Gods wil is nog steeds hetzelfde. En dat is dat de gemeente, het lichaam van Christus, u en ik, de gelovigen, de besnedenen, zullen heersen over Gods schepping. En in deze tijd geloof ik, Lobby Wangs, dat God bezig is ons individueel, maar ook de gemeente, te positioneren om die gebieden in te gaan nemen. En dit gedeelte van Jozua, eigenlijk het hele boek Jozua, is voor ons een geweldig voorbeeld van hoe het volk van Israël het beloofde land dat God aan Abraham had beloofd, heeft ingenomen. Wanneer God de gemeente bouwt en zijn koninkrijk zich uitbreidt, bouwt hij altijd gezamenlijk. Hij bouwt nooit via één persoon, maar hij bouwt gezamenlijk. En dat geeft ons aan dat God altijd het groter plaatje voor ogen heeft. Gods plan is niet specifiek met ons, maar het plan van God is dat het lichaam van Christus zich gaat positioneren en zijn plaats in gaan nemen in de samenleving waar God ons heeft geplaatst. En voor ons is dat het land Suriname. We moeten begrijpen dat God niet bouwt onze bediening, onze persoonlijke bediening, maar hij bouwt zijn gemeente. God bouwt zijn gemeente. En weet u, als onze visie valt binnen de context van dat groter plaatje, dan staat God ons toe om succesvol te zijn in alles wat we ondernemen en dat we vrucht mogen dragen. Daarom mogen we onze focus nooit verzetten naar onze eigen ambities, maar onze focus moet zijn en blijven Gods plan met de wereld. We kunnen daarom niet roemen over wat wij bereiken, omdat het Gods genade is en het is Gods plan dat we succesvol zijn, maar ten behoeve van zijn grotere visie. Dat gezegd hebbende, weten we dat we een deel zijn van het groter plaatje. En dat is wat we moeten beseffen. Het gaat niet om, nogmaals, om onze persoonlijke bediening of van een gemeente. In dit geval de Tabernacle of Faith and Love. Maar het kunnen ook andere gemeentes zijn. Alle gemeentes die er zijn. Gemeentes van God. Maar wat God wil doen in het land, in Suriname, in Guyana, in Trinidad, in Amerika, in Europa, in Afrika, noem maar op. God heeft zijn gemeente gezet in deze wereld, geplaatst in deze wereld, om gebieden in te gaan nemen. En het boek van Jozua leert ons dat. Nou, wanneer we bezig zijn om Gods wil te doen, dan is God altijd bezig om zijn volk strategisch te positioneren, omdat hij ons altijd op de voorgrond wil laten komen, zodat we invloed gaan uitoefenen in die wereld en niet omgekeerd. Want wat we vaak zien is dat wij als gelovigen die invloed moeten hebben op die wereld, vaak beïnvloed worden door die wereld.
En in elke generatie gaat u het maar na in de Bijbel, maar ook in deze moderne tijd. In elke generatie roept God een persoon of een gemeente op om zijn standaarden te gaan zetten in die natie. Dus met andere woorden, wij zijn degene die de banier moeten gaan dragen en de standaarden van God moeten gaan zetten in die samenleving, zodat er een verandering kan komen. Want een land moet geregeerd worden volgens de principes van het woord van God. Dat is wat ik geloof, omdat dat in het plan van God is en was, maar nog steeds is, voor de wereld. God roept altijd een groep van mensen op om het voortouw te nemen. En dan maakt het niet uit wie God roept. Want nogmaals, het gaat niet om onze eigen eer, maar het gaat om de eer van God en het gaat om het koninkrijk van God, welke moet doorbreken en welke gevestigd moet worden in elke samenleving. Want doen we dat niet, dan wordt de wereld geregeerd op een verkeerde manier. En we zien de uitwerking hiervan. Waar het koninkrijk van God baan breekt, zien we dat er vooruitgang is en dat er rust, maar ook vrede is in zo'n samenleving. En daarom dat ik zeg, het is belangrijk dat Gods kinderen en Gods gemeente zijn plaats gaat innemen. En we leven in deze tijd. We leven in een tijd waarbij meer dan ooit Gods kinderen moeten opstaan en hun positie gaan innemen. En we strijden niet vanuit het verleden. Nog strijden we vanuit het heden, maar we strijden vanuit de toekomst. Omdat God heeft ons profeten gegeven die ons de toekomst bekendmaken. En we moeten vanuit die toekomst moeten we gaan regeren, opdat we weten wat er ons te wachten staat en we daarop kunnen anticiperen. Weet je, het verleden, daar kunnen we uit leren. Maar het verleden is het verleden. Het heden, daar maken we de dingen nog mee. Maar om te leiden heb je nodig dat je niet langer vanuit het verleden gaat leiden, maar vanuit de toekomst. Omdat we dan weten welke richting God wil gaan. Dus de toekomst moeten we gaan beïnvloeden. En God zoekt naar mannen en vrouwen. God zoekt naar een groep. En het zou kunnen dat u en ik daarvoor geroepen zijn dat God ons wil gebruiken. Dus voor ons is het een actuele boodschap deze avond en een oproep aan de gemeente om vooral in deze tijd, waarbij er men spreekt over een nieuw normaal, waarbij de gemeente niet samen kan komen fysiek, maar waar we toch wel God ons in staat stelt om bij elkaar te komen op een andere manier. Dus God laat ons nooit in een situatie waar we geïsoleerd worden, omdat isolatie niet van God is. Maar God zorgt er altijd voor dat er mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen. Wat nodig is dat we die situatie gaan omarmen en niet blijven steken in het oude, in het verleden, maar dat we ons gaan aanpassen als gemeente in wat God wil doen en met de tools die God ons geeft. Dus voor ons is het belangrijk dat we niet stil blijven zitten. Niet als persoon, maar ook niet als gemeente en ook niet als lichaam van Christus. Maar dat we juist in deze tijd gaan opstaan en onze plaats gaan innemen. Nou, als we kijken naar de tekst die we hebben gelezen in Jozua 5, dan zien we dat Jozua 5 staat eigenlijk strategisch tussen de eerste vier hoofdstukken van Jozua en hoofdstuk 6. In de eerste vier hoofdstukken van Jozua zien we dat Jozua het volk leidt door de Jordaan. Om u even terug te brengen, God had het volk van Israël bevrijd na 400 jaar ballingschap. En hij heeft ze 40 jaar lang geleid door de woestijn naar het beloofde land. En wanneer
Mozes komt te sterven. Daar roept God Jozua op als zijn opvolger. En het is Jozua die het volk gaat leiden naar het beloofde land. Maar net zoals die Rode Zee als obstakel stond tussen het volk van Israël en de doortocht naar het beloofde land, zo was ook de Jordaan daar aan het begin van, het binnentreden van het beloofde land. En de Rode Zee en de Jordaan waren die twee obstakels waardoor het volk van Israël moest gaan. En als we kijken naar die twee momenten, dan zien we toch wel verschillen. En ik wil die verschillen even met u bespreken. Bij de Rode Zee kwam het volk net uit ballingschap, uit slavernij, uit gevangenschap. En God heeft een bevrijder gestuurd in de persoon van Mozes. Terwijl het volk bezig was te roepen voor bevrijding, stuurde God Mozes om het volk te bevrijden. En met Mozes werden ze geleid uit Egypte en ze gingen richting het beloofde land. Maar dan komen ze bij de Rode Zee en God zegt Mozes daar, je hebt een staf in je hand, hef die staf op en ik zal een weg banen. Nou, wanneer we dit vertalen naar heden ten dagen, dan zien we dus dat ook wij gevangen waren jarenlang. Gevangen door die zonde. We leefden in ballingschap eigenlijk, in gevangenschap van de farao en in dit geval de duivel. En als je in gevangenschap leeft, kun je jezelf niet redden. Je hebt een bevrijder nodig. God stuurde Mozes voor Israël om ze te bevrijden. En God stuurde Jezus voor u en mij om ons te bevrijden. Dus toen ze uit Egypte gingen, kwamen ze net uit dat gevangenschap. En wanneer we bevrijd worden, dan leidt God ons tot een bepaalde fase in ons leven. Dan leidt Hij ons, omdat we nog onwetend zijn en we komen uit een bepaalde situatie. Dus we hebben Gods hulp nodig. En we zien dat bij de Rode Zee God een weg baant voor ze waar er geen weg was. Want de Rode Zee stond daar en ze konden onmogelijk door de Rode Zee lopen. Maar God doet het werk voor ze. Hij zegt aan Mozes, zeg aan het volk, sta stil en zie wat ik zal doen. En het volk moest stilstaan en Mozes hief zijn staf op. De Rode Zee spleet zich en het volk kon op droog land door de Rode Zee lopen. En God baande een weg voor ze. Bij de Jordaan waren ze 40 jaar met God. Dus hun positie van slaaf werd veranderd in die 40 jaren tot zonen en dochters van God. Tot het volk van God. En dat is ook wat met ons gebeurt. Als wij pas uit ballingschap komen, dan leidt God onze weg. Maar wanneer we komen bij de Jordaan, dan wil God het niet meer voor ons doen, omdat we behoren volwassen te zijn geworden in onze gemeenschap met God. En het volk van Israël, dat vind ik zo mooi, had 40 jaar de gelegenheid om relatie te bouwen met God, weliswaar door Mozes. Wij, als we na een bepaalde tijd in het geloof komen, dan wil God het niet meer voor ons doen, maar God gebruikt ons, omdat we in partnerschap met God zijn, om de zaken te bewerkstelligen. En dat zien we bij de Jordaan gebeuren. Bij de Jordaan was er geen staf meer en was Mozes er niet meer, maar Jozua was er. En let op wat de instructie van God is. Laat de priesters met de ark, welke is de tegenwoordigheid van God, gaan staan in de Jordaan. Dat was de opdracht. Bij de Rode Zee liepen ze door droog land. En God baande die weg.
bij de Jordaan moesten de priesters gaan staan in het water, opdat er een wonder zou gebeuren. En God deed dat wonder ook. Alleen, hij deed het niet meer zelf, maar hij deed het door de priesters. En weet u, dat is wat we moeten leren in ons persoonlijk leven. Dat wanneer we uit gevangenschap komen, dat God ons leidt. Maar wanneer we komen bij de Jordaan, dat dan God het niet meer doet voor ons, maar hij doet het met ons. Vaak genoeg zien we nog dat we een aantal jaren bekeerd zijn en we willen dat God alles nog voor ons doet. Maar God wil u en mij gebruiken, omdat we in partnerschap zijn met God. En God wil ons gebruiken om zijn verlengstuk hier op aarde te zijn en om zijn handen en voeten te zijn en het werk door ons te doen. Dus de priesters gingen in het water staan en de Bijbel leert ons in hoofdstuk 3 dat het moment toen ze in het water gingen staan, dat het water stopte met stromen vanuit Adam. En als we kijken naar waar Adam is, dan zien we dus dat Adam ongeveer 30 tot 32 kilometer verwijderd was van waar de priesters stonden in het water. Wat leert dat ons? Soms nemen we een stap in geloof, omdat we een wonder van God verwachten. En we kunnen niet zien wat God doet. Maar zoals Adam, het water stopte op het moment dat de priesters in het water gingen staan, zo stopte het water op datzelfde moment om te stromen vanuit Adam naar de Jordaan. Het water werd afgesneden. Dus wanneer we een stap in geloof doen hier, dan is het dat God werkt op een andere plaats waar we niet kunnen zien. Maar wat wel belangrijk is, is dat we mogen weten dat God werkelijk reageert op ons geloof en bezig is te werken. Is dat niet mooi? Dat we in geloof kunnen stappen in Gods belofte, in het plan van God. En God doet het wonder verder. Het water stopte en het volk kon oversteken, net zoals ze de Rode Zee zijn overgestoken, kon het volk oversteken door de Jordaan. En de Bijbel leert ons dat ze allemaal konden oversteken naar het beloofde land. En dan zien we dus dat wanneer ze oversteken, dat de eerste stad is Jericho die ze moeten innemen. Maar tussen Jericho en de Jordaan komen ze op een plek die heel significant is. De Bijbel leert ons dat toen ze overstaken, dat ze kwamen in Gilgal. En Gilgal is de plaats waar ze besneden werden. Nou, waarom moesten ze besneden worden? Het volk van Israël, toen ze uit Egypte geleid werden, werden allemaal besneden. En ze moesten dat doen omdat God aan Abraham de belofte had gedaan dat hij ze het beloofde land zou geven. Maar de voorwaarde was dat ze allemaal besneden zouden moeten worden. En alle mannen werden besneden voordat ze vertrokken nadat ze vertrokken waren uit Egypte en ze in de woestijn waren. Maar we weten dat die hele generatie die toen uit Egypte is vertrokken, dat ze zijn gestorven in de woestijn. En dat er een nieuwe generatie kwam die het beloofde land naar binnen zou gaan. En de voorwaarde van God aan Abraham was dat alle mannen besneden zouden moeten worden. En in Gilgal geeft Jozua de opdracht namens God dat alle Israëlieten, alle mannen van het volk, besneden zouden moeten worden. God gaf hem de opdracht, maak vlijmscherpe messen, stenen messen, om de mannen te besnijden. En zo gebeurde het dat de mannen besneden werden
om verder te gaan. En de Bijbel zegt, ze moesten een paar dagen overnachten in Gilgal, opdat de wonden genezen zouden worden. Nou, de belofte van God aan Abraham werd dus, laat me het zo zeggen, de mannen moesten besneden worden. En weet u waarom het zo belangrijk is? Waarom die mannen besneden moesten worden? Niet alleen omdat God het had gezegd aan Mozes dat dat de voorwaarde was, maar het had ook een geestelijke implicatie. Want weet u wat? Ik heb ontdekt dat wanneer God het volk leidt naar het beloofde land, dat, laat me dit zeggen, dat God voor ieder een zegen kan doen. Voor ieder een wonder kan doen, sorry. Ja toch? God doet het voor elk een. Voor de gelovigen en ook de ongelovigen. In Matthäus 5, vers 45 staat dat de zon opgaat voor de boze en de goede. En dat God het laat regenen voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dus het goede dat God doet is niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen. Maar, er is een maar. God doet, geeft zegeningen aan een ieder. Maar God geeft alleen een erfenis aan zij die besneden zijn. Ik zeg het nog een keer. God geeft alleen een erfenis aan zij die besneden zijn. God had een erfenis gegeven aan het volk. En dat was het beloofde land. En het teken dat moest aantonen dat zij die het beloofde land binnen zouden gaan om die erfenis in bezit te nemen, was dat ze besneden moesten zijn. Nou, besnijdenis, wat is dat? In het natuurlijke is besnijdenis het wegsnijden van de voorhuid van de penis. Dat weten we. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom geef ik dat aan? Weet u, er moet leven stromen. En leven stroomt door ons door het zaad dat vrijkomt. Het zaad dat vrijkomt is het leven. En God wil niet dat de levensstroom wordt gehinderd of wordt stopgezet. En besnijdenis heeft te maken met het vrijelijk stromen van leven. En daarom geloof ik dat de mensen, de mannen besneden moesten worden, zodat het leven zou blijven stromen. En belangrijk, het leven moest blijven stromen. Het leven blijft ook nog stromen, vandaag aan de dag, door u en mij. Nou, in het Nieuwe Testament praten we ook over besnijdenis. Want die besnijdenis in het Oude Testament was om een erfenis te bereiken. Gelukkig is onze besnijdenis vandaag aan de dag niet meer afhankelijk van het afsnijden van de voorhuid van de penis. Maar de besnijdenis vandaag aan de dag in het Nieuwe Testament heeft te maken met de besnijdenis van ons hart. Het heeft te maken met de besnijdenis van ons hart. Willen we Gods erfgename zijn, dan moet ons hart besneden zijn. En ons hart moet besneden zijn, omdat we alles aan God kunnen geven. Omdat er geen mixture is in ons leven. Dat we niet een deel voor de wereld zijn, maar een deel voor God. Maar God wil ons leven, ons hart, 100% voor zichzelf hebben. En dat heeft allemaal te maken met een heilig leven. Met een toegewijd leven. En wij die besneden zijn van het hart, we behoren een toegewijd leven te leiden aan God. Zodat God ons de erfenis, het beloofde land, en in dit geval niet de steden die ze moesten innemen toen in het Oude Testament. Zoals Ai en Kanaan en Jericho. Maar nee, God wil ons positioneren in deze tijd om die gebieden van elke natie in te nemen. En
Dan praten we dus over de media, we praten over de gezinnen, we praten over educatie, we praten over religie, we praten over government, de overheid, we praten over kunst en entertainment, de muziekwereld, de kunst. Dat zijn de gebieden welke God wil dat we overnemen en waar we invloed gaan uitoefenen, zodat we een verandering kunnen brengen in die maatschappij waar God ons heeft geplaatst. Nou, dus we moeten besneden zijn van hart. En ik wil drie zaken met u delen wat er gebeurt als we een besneden hart hebben. Wat God voor ons doet. En het staat in de tekst welke we hebben gelezen. In vers 9 staat: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Dat is het eerste wat God doet. Wanneer we een besneden hart hebben, dat betekent het dat God alles van het verleden dat ons nog tegenhoudt om te gaan leven in het heden en om voor God te leven, dat God dat weghaalt. En natuurlijk zeggen we, ja, God haalt het weg, maar we ervaren nog steeds die strijd, omdat we in het vlees zijn. Maar ik wil u zeggen, God haalt het weg, maar wij moeten daaraan meewerken dat het ons niet langer in de weg blijft staan. En dat is die geloofstap die we moeten nemen en het geloof waarin we moeten leven. Zodat ons verleden ons niet meer tegenhoudt om progressie te maken. Want God is een God van progressie. Hij is een God die steeds vooruit gaat. En hij wil dat u en ik ook steeds vooruit gaan in ons persoonlijk leven, maar ook en vooral in ons geestelijk leven. Dus er moet altijd progressie zijn. En God haalt die smaad weg. Hij haalde die smaad weg van Israël. Voor ons haalt hij het verleden weg, wat ons nog hindert om te gaan leven in de tegenwoordige tijd en in de toekomst. God doet dat voor ons. Hij doet dat omdat hij het beste met ons voor heeft. In Jeremia 29 vers 11 zegt hij: want ik ken de gedachten die ik koester over u. Let op, hij zegt niet, ik ken de gedachten die u koestert over uzelf. Hij zegt, ik ken de gedachten die ik koester over u. God wil dat we een hoopvolle toekomst hebben. Dat is zijn verwachting. Dat is zijn hart voor ons. Dat we een rustig leven hebben. Dat we in vrede leven. Dat Gods heil over ons leven komt. En hij doet er alles aan om ons vrij te maken. Maar wij moeten meewerken met God. Hij haalde de smaad weg van Israël. Het tweede wat hij deed, staat in vers 10 tot 12. En daar staat dat het moment terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierde zij het Pascha op de 14e dag van die maand, des avonds, in de vlakte van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Kanaanieten geen manna meer. Maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Het moment dat we in het beloofde land komen, dan verandert er iets in Gods provisie. Pardon. In de woestijn heeft God 40 jaar voorzien. Elke dag. De Bijbel zegt elke dag. Viel er manna. En het volk kon eten. Als ze opstonden was er manna. Als ze gingen slapen was er manna. Ze aten 40 jaren lang. Aten ze manna. God voorzag in manna elke dag. En ze hebben nooit gebrek gehad. Dat is wat God deed. Maar weet u, de Bijbel zegt, toen ze in het beloofde land kwamen en ze daags nadat ze van de opbrengst van het land hadden gegeten, dat wil zeggen, toen ze daar waren, aten ze van de vruchten en de opbrengst van het beloofde land. En de Bijbel zegt op dat moment stopte de manna. God stopte die voorziening. En,
Er ontstaat een nieuwe manier van God in onze voorziening. Gods wil voor ons in deze tijd is niet dat we elke dag leven van een wonder van God. Maar Gods wil voor ons leven in deze tijd, voor u en voor mij, is dat we werken en arbeiden in ons beloofde land. En dat we mogen eten van de opbrengst welke het beloofde land aan ons geeft. Met andere woorden, God wil dat we werken en hij zegt, hij zegent de werken van onze handen elke dag. Met andere woorden, als God onze handen zegent, dan maakt hij ook ons arbeid, maakt hij vruchtbaar en we kunnen eten. Dus we hoeven niet elke dag te wachten op een wonder. Maar God wil dat we moeten arbeiden en hij zegent de werken van onze handen en we mogen eten van die opbrengst. En dat is precies wat God deed voor die Israëlieten nadat ze dus in het beloofde land kwamen. Weet u, want God zijn wil is nog steeds, Johannes 10 vers 10 zegt Jezus zelf, de duivel is gekomen om te slachten, te verdelgen en te vernietigen, maar ik ben gekomen om te geven leven en overvloed. En God zijn wil is nog steeds hetzelfde voor u en voor mij. God wil dat we in die overvloed leven. Niet alleen geestelijk, maar ook materieel. Ik zeg het nog een keer, niet alleen geestelijk, maar materieel. Wil God dat we in die overvloed leven. God wil dat we arbeiden. En in Genesis al geeft hij ons het principe van zaaien en oogsten. Er staat in Genesis, praat God over het zaaien, over tijd en over het oogsten. Wij willen vaak zaaien en oogsten, maar er is een tijd daartussenin waarbij het zaad moet gaan groeien. Totdat de tijd komt dat we oogsten. Maar oogsten zullen we voorzeker als we blijven werken. En het derde, dat staat in vers 14 en 15, dacht ik. Daar staat er dat er een engel des Heren Jozua bezoekt. En de eerste vraag die Jozua stelt is, bent u voor ons of bent u voor de tegenstander? Dat is altijd wat we vragen, toch? Komt u strijden voor ons of strijdt u voor die tegenstander? Maar let op wat deze engel des Heren aan Jozua zegt. Zijn antwoord is simpelweg, nee. Nee. Hij zegt, nee, maar ik ben de vorst van de Heren der Heren. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht voor die engel. Wat zegt dat mee? God komt in deze tijd niet voor ons, maar ook niet voor de vijand. Maar God komt om zijn agenda, zijn plan, zijn doel met ons als gelovigen en met het land Suriname, om zijn agenda en zijn koninkrijk te vestigen. En God zal altijd vechten en strijden voor zijn koninkrijk. Te vaak hebben wij als lichaam van Christus, als individuen, een strijd gevochten die ons niets heeft opgeleverd. Maar God roept ons op dat we niet langer strijden zonder er baat bij te hebben, maar dat we gaan strijden voor het koninkrijk van God, welke baan moet breken. En de Bijbel zegt, geweldenaars zullen ernaar grijpen. Dat is de tijd waarin we leven. Dat God ons klaarmaakt om zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde, zodat we kunnen innemen al de gebieden in het land voor het koninkrijk van God. En dat is waar God ons voor geroepen heeft. Dus resumerend, wanneer we besneden van hart zijn, dan haalt God het verleden weg van ons. Hij doet het verleden weg, opdat er geen barrière is. Er verandert een mate, een vorm van voorziening. Hij gaat van manna naar de vrucht van het land. En ten derde, God komt omdat hij komt voor zijn koninkrijk. Want dat is het belangrijkste waar God ons voor heeft geroepen. En hij roept ons op om in deze tijd op te staan en te gaan voor het koninkrijk van God en voor
het plan van God met ons leven hier in Suriname als gemeente. En dat we niet langer zullen vechten zonder dat het ons iets oplevert. Maar dat we gaan vechten samen met God. Dat we gaan strijden samen met God om dit land in bezit te nemen. En zo een verandering te brengen. Mogen de Heer u zegenen met dit woord. En ik geloof dat indien we in actie komen, dan zal er iets gebeuren. Laat me dit ook nog zeggen. Die tekst, dat hoofdstuk 5, begint met... het begint met zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan voor het aangezicht der Israëlieten had doen opdrogen, totdat ze erdoor getrokken waren, versmolt hun hart en ze hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Dit wil ik u nog zeggen. De vijand is niet bang en hij is relaxed, zolang we niet optrekken. Maar de Bijbel zegt, het moment dat het volk van Israël optrok, in beweging kwam en God de Jordaan voor ze opende door de priesters die in het water moesten gaan staan, versmolt het hart van de koningen. En ik wil u zeggen, zolang we blijven zitten, zal de vijand relaxed zijn. Maar het moment dat we op zullen staan om op te trekken, om gebieden in te gaan nemen, dan weet de vijand dat zijn tijd gekomen is en hij begint te beven. Zoals het hart van de koningen versmolt, zo zal de vijand, zo zal de duivel ook in paniek raken wanneer we opstaan. Zo, het is belangrijk dat we niet langer blijven zitten, maar dat we gaan opstaan en onze plaats gaan innemen in deze natie Suriname waar God ons heeft geplaatst. Nogmaals, ik hoop dat u gezegend bent en ik wil met u bidden ter afsluiting. Vader mijn God, ik dank u wel dat u dit woord wil gebruiken om ons op te wekken en ons op te roepen. Vader, om besnedenen van hart te zijn. Want u geeft alleen uw erfenis aan zij die besneden zijn van hart. En Heere mijn God, Vader, Heere, we willen die erfenis niet missen. Heere mijn God, help ons. Heere, om moedig te zijn. Zoals Jozua ettelijke malen heeft gezegd, wees moedig. En wees sterk, want ik ben met u. Dat we mogen weten dat u met ons bent. Opdat we moedig en sterk worden als gemeente, als lichaam van Christus, als individuen. Om op te staan en onze plaats in te gaan nemen en voorwaarts te gaan in dit land. Omdat dit land gewonnen mag worden voor u, Koning Jezus, in Jezus' naam. Amen. It's amazing what grace this can. Hallelujah.